Ik ruik niks. Ruikt jij eens? Ben je nog niet op de hoogte dat je niet mag ruiken? Waar ruik je nou? Papier. Ja, niet veel. Nee? Helmond introduceert deze week de hennepgeurkaart. Daarop zit een vlakje dat na krassen de geur van hennepplanten verspreidt. Als mensen weten hoe hennep ruikt, zullen ze ook eerder een kwekerij in hun buurt ontdekken en dat doorgeven aan de politie, is de redenering achter de kaart. Tijdens een kleine steekproef herkenden echter maar weinigen de geur van hennep. Een beetje muffelig, ja. Wat ruik je? Ja, groen. Groen. Het stinkt een beetje. Papier. Papier? Niks bijzonders. Nou, dit is een speciale kaart die de gemeente uitdeelt. Ja. Waar mensen de geur van hennep kunnen ontdekken. De geur als er een hennepkwekerij is. Zit mijn neus vrij dicht, maar... Oh, dat is heel handig te ruiken. Die hebben we als buren gehad. En het rookt naar kattenzeik. Dat rookt naar kattenzeik. Die geur, bedoel, die ruik je hier vaak genoeg in de stad. Ja. Loop maar ergens achter een sigaret aan, dan ruik je het ook. We weten dat er in de buurt een kwekerij is. Dan zou je ook de politie bellen? Ik denk het wel. Waarom? Is dat niet een beetje verklikken eigenlijk? Of, ja, het is verklikken, maar... Maar wat vindt u van de actie van de gemeente? Goed. Ja? We zijn dat te veel, hè? Ik vind het top. Top, ja? Ja. Ja, ik vind het wel goed. En waarom is dat goed? Ja, dat die kwekerij een beetje opgerold worden. Kijk, iedereen die zelf twee plantjes thuis heeft en gewoon voor zijn eigen plezier het rookt, ja, oké, okay, Allah, maar die kwekerijen en dan erbij ook het gevaar, want het is vaak ook nog heel gevaarlijk. Ja. Hè? De kaart wordt niet huis aan huis verspreid, maar doelgericht in wijken. Bijvoorbeeld waar net een kwekerij is opgerold. Thank you.